Op station Zuid reden er vanochtend een paar uur lang geen treinen. Dat gebeurde na een plofkraak bij de ticket- en servicebalie in de hal. De explosie vond rond 4:10 plaats. Er vielen geen gewonden, maar er was wel flinke schade. Omdat in het begin onduidelijk was of er nog sprake was van explosie of instortingsgevaar, werd het hele station afgezet en konden treinen er niet stoppen. Inmiddels kan dat wel weer. Om 8:00 werden alle perrons weer vrijgegeven. De politie doet onderzoek naar de plofkraak. Er is nog geen verdachte aangehouden.